allemaal. We staan hier op de schoolplein van de Zevengavenschool. De kinderen van groep 2 gaan vandaag judoles nemen. Dus kijk uit. Oh, 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 oh. Als ik in mijn handen klap, dan ren je naar de overkant. Ah, kan je mij vertellen wat je hier doet? Ik geef hier tijdens schools judo clinics. Wat houdt dat in? De kinderen kennis laten maken met alle sporten. Vinden de kinderen het wel leuk om dit te doen? Mijn ervaring is, vinden kinderen het heel erg leuk. Want judo is natuurlijk heel erg fysiek, hè, dus aan elkaar zitten. Enerzijds is het vrij eng om aan elkaar te zitten. Maar aan de andere kant stoeien, dat is eigenlijk wel uitdagend. Hè? Ja. Nou, de pepernoot. Ja, omgedraaid. Punt. Nou, ben ik de pepernoot. Wanneer moeten kinderen ongeveer beginnen met judo om het echt een beetje professioneel te kunnen doen? Mijn idee daarover is dat ze vanaf 5 jaar, want dan zijn ze motorisch al wat beter. Dat zit gewoon heel, en als ze 4 jaar zijn, dan zit wat meer tuimelen, wat meer vallen. Dan kan je wel judo met ze doen. Alleen dan gaat het judo aspect, dus het technisch aspect, gaat een beetje naar achteren. Dan gaat meer het samenwerken, het spelen, het vallen. Dat komt dan weer naar voren. Jongens, mag ik even iets vragen? Vonden jullie het nou leuk? Ja. Wat hebben jullie nou net gedaan? Meester was vast. Ja. En bij waren kuikentjes. Bij moesten wegrennen van het vos. Hij mocht jullie niet pakken. En wie is wel gepakt? Ik. En ik had eigenlijk Ablisje gepakt. En toen? En toen ging jij weer doorspelen. Ik had Pollard gepakt. Heel goed, jongens. Gaan jullie weer naar de klas nu? Jongens, 2-2, hè? Nee. Wat je wel? 2-2.